Hallo kijkers, toffe kijkers, goed nieuwe video. Zoals jullie misschien weten is het vandaag de finale van de Crocky Cup. Die wordt gespeeld tussen Club Brugge en Antwerp. Ik ben benieuwd wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar ik wou op ieder geval eens een voorproefje doen van de wedstrijd. Ik ga niet spelen als een team, ik ga gewoon de computer zelf laten spelen. Daar gaan we dan. Nu is het stadion wel nog gevuld, maar helaas. Bij de echte wedstrijd zal het stadion waarschijnlijk leeg zijn. De opstelling van Club Brugge. Dit dan de opstelling van Antwerp. En de wedstrijd is nu begonnen. Oeh, en Mbokani is wel gevaarlijk dichtbij het doel. De eerste echte kans van de wedstrijd. Ook de eerste hoekschop. Gaat hij nog trappen? Ja, nu. Het kan ook zijn dat er. Het team niet echt 100% zoals Club Brugge het nu is, door alle transfers van de afgelopen dagen. Oh jee, dat is wel een gevaarlijke kans van Antwerp. Maar Club Brugge speelt het verdedigd goed. Voor nu is het vooral Antwerp die de kansen creëert. Oh ja, Diatta, voorzetje. Ik hoop gewoon dat het niet op 0-0 eindigt. Of ja, het gaat er sowieso winnaar, want hierna komen we nog verlengen en dan strafschoppen. Maar ik hoop dat de wedstrijd al gedaan is voor de strafschoppen. Het is gewoon rust. Geen goal in de eerste helft. Oké, nu gaan we voor de tweede helft. Antwerpen begint nu. Oh, ik schiet de kans, scoren. Oh nee, Bolat geeft hem. Het zou leuk zijn als er een goal was. Maar het is nog niet gedaan. Nu kan hij. Ja, dat is duidelijk verdediger. Nu dan, misschien. Voordat is een goede keeper. Ik hoop dat toch bij de echte finale wel sneller gescoord wordt. Van Haken. Club Brugge gaat er nu wel echt voor die, het winnende doel. Een wissel, volgens mij de eerste wissel van de wedstrijd. Oh, verlengingen. Dan gaan we beginnen met de verlenging. We gaan er tegen. Zoals de andere commentatoren al zeiden, we gaan beginnen met de eerste verlenging. Oeh. Schieten. Oude paal. Zou wel mooi zijn als hij hierin vloog. Oh, kans. En de goal. Het ziet er naar uit dat er dan toch nog gescoord wordt. Het is Schrijvers. Er zaten nog wel Antwerpen verdedigers voor, dus was wel nog wel lastig. En dan toch een goed afwerken. Dat is dan de eerste verlenging. Antwerpen gaat nu weer beginnen en ze gaan waarschijnlijk nu volop aanvallen. Aangezien ze moeten nu vol scoren als ze nog willen winnen. Antwerpen moeten er wel snel iets aan doen als ze nog kans willen maken. Oh, de wedstrijd is gedaan. Club Brugge gefeliciteerd met deze overwinning. Het is 1-0 voor Club Brugge. Als jij vraagt wat is mijn pronostiek voor de echte wedstrijd. 2-0 overwinning voor Club Brugge. Ja, 2-0 overwinning. Ja, Club Brugge gaat nu eens met een groepsfoto maken. En ook nog de beker vasthouden. Ruud Vormer mag de beker omhoog steken. Boom. En ik vraag me af of de wedstrijd ongeveer gelijkaardig gaat aflopen of niet in het echt. Maar dat zullen we vanavond wel zien. Bedankt voor het kijken. Dit was Total Jarne. En dan zie ik je weer bij een volgende video. Oh ja, eerst nog even dit tonen. Oké, nu is het wel. Ik denk dat jullie het nu al gezien hebben. Dus dit was Total Jarne. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik u weer bij een volgende video. Dus. Doei!